Frank, goede wedstrijd, denk ik, van beide teams. Of denk ik dat verkeerd? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het een goede wedstrijd was. Maar dat bij ons de eerste helft het geloof om te winnen op Boekenberg was te klein. De tweede helft hebben we dat stukken beter gedaan. We hebben ook harder gaan werken in duels. Maar de eerste helft was te slap. 13 minuten voor tijd ongeveer komen jullie op gelijke hoogte. Ja, dan kan alles natuurlijk gebeuren. Maar dan stokt het net bij jullie. Ja, maar we maken ook niet enkel aanvallend, maar verdedigend. Geven net wat vrijworpen weg. En die scoren ze allemaal. Dus op het moment dat we gelijk komen, dan ook de afspraken. Geen fouten op de eerste steun. En we maken die wel. En ze maken die af, de vrijworpen. En dat was het verschil. Dus zeg je nu van ja, kijk, het zijn toch wel de vrijworpen die de wedstrijd beslissen? Ja, in zo'n wedstrijd zijn details. En nu waren het de vrijworpen. Ze maken 5 vrijworpen. En dat is veel in zo'n topwedstrijd. Ze scoren die en wij niet. En dat is het verschil. Al bij al 4-6 tevreden? Vooraf zou 4-6, dat was de doelstelling. Maar als je 4-4 hebt, dan wil je 6-6. En gezien de wedstrijd heeft Boekenberg wel verdiend gewonnen. Maar we hadden er meer kunnen uithalen.